snap ik wel. Maar we hebben het over ontzag. En daar heeft Leni net ook nog wat over gezegd. Maar wat is ontzag? Weet iemand nog wat ontzag voor de Heer was? Respect, hele goeie. En want het is niet bang zijn per se, maar het is inderdaad respect. En als je soms denkt, wauw, wat heeft God toch mooie dingen gedaan? Of wat doet God grote dingen, zoals alle sterren gemaakt, alle planeten gemaakt? Dan is het ontzag, hè? En waarom doen we dat? Omdat we eigenlijk weten, dat zei Leni ook zo mooi, dat God je wil helpen en God wil je beschermen. En we weten dat God eigenlijk altijd iets goeds heeft voor ons. Maar, ik weet niet hoe het met jullie zat, maar ik was als kind en nog steeds vroeger heel eigenwijs. Wie is wel eens eigenwijs? Ik. Ja? Ik was bijvoorbeeld zo'n kind als mijn mama zei, doe je jas aan, het is koud. Dan zei ik doe mijn jas niet aan, ik wil niet. Ik wil zonder jas naar buiten. En wat gebeurde er dan? Dan werd ik ziek. Ja. Dus waarom zei mijn mama van, doe je jas aan? Omdat ze wist dat ik altijd ziek werd. Zou, jij bent ook wel eens eigenwijs? Ja. Wat heb jij bijvoorbeeld gedaan? In de kelder, maar een andere weg op. En toen was het verdwaald. En jij hebt het ook best wel geweest? Bij school. In plaats van op je voeten lopen, met knieën lopen. En jij ook wel. Oeh, was wel koud zeg. Je regent het ook. Laatste dan. En jij? Oh, hij moest op de Chromebook moest hij rekenhuiswerk doen, maar hij deed het in een spelletje. Hè? En zo zijn daar in de Bijbel. In de Bijbel zijn er. Gaan we even door. In de Bijbel zijn er heel veel mensen die best wel eigenwijs waren. En een van de misschien bekendste die jullie kennen, heeft iemand wel eens gehoord van Jona. Jona. Ja. Ja, God zei tegen Jona, Jona ga naar Nineveh, dat is het liedje. En zei Jona, ja hoor, dat ga ik doen. Nee. Hij zei, nee, dat ga ik niet doen. Sterker nog, hij zei, ik pak een boot en als daar Nineveh is, ga ik lekker naar die stad daar. Helemaal naar de andere kant. Ik ga lekker niet doen wat God zegt. Ja, dat zei Jona. Maar wat gebeurde er? De boot kwam in een hele harde storm. He? En dan word je helemaal heen en weer gewind. Dus jullie zitten hier ook in de storm. Maar helemaal heen en weer. Oh, zit je ook in de storm? Kijk, ik zie ook iemand helemaal in de storm. Helemaal heen en weer. Oh. Dus de hele boot ging heen en weer en Jona lag gewoon lekker te slapen. Nou, en die matrozen waren bang en de kapitein was bang, die dacht, we gaan, de boot gaat helemaal kapot en hij ligt gewoon te slapen. Ja, ik zie daar ook kinderen lekker liggen te slapen. Oh ja, nou, van Titanic. Ja, daar lag misschien ook mensen te slapen. Ja. Dus de matrozen kwamen aanlopen die zeggen, de boot is in een storm en jij ligt te slapen. Hoe dan? Hoe dan? En toen werd hij wakker. Ik ben wakker. En Jona zei, ja maar ik heb een God en die God die kan mij wel heel goed
beschermen. Oké. Okay. En luister jij over naar die godzijdige matrozen? Nee. Nee, zei Jona. Nee. Sterker nog, God zei dat ik daarheen moest gaan, naar Nineveh. Maar ik ben die kant op gegaan. Zijn matrozen, wat? Jij moest hierheen, maar je ging daarheen. Hoe dan? Maar daarom is er waarschijnlijk storm. Omdat jij niet luisterde. Misschien een beetje overdreven, Maar mijn matrozen waren boos en de kapitein ook. Zei, ja, maar kijk dan. Als jij nou naar jouw God had geluisterd, dan hadden we misschien rustig vaarwater gehad. Nou, vind ik ook een beetje oneerlijk, maar dat dachten ze wel. En weet je wat Jona toen zei? Die zei, nou, misschien heb je wel gelijk. Weet je wat? Gooi mij maar overboord. Gooi me maar overboord. En dan zal je mij, dan is God misschien weer blij. En dan zal de zee wel weer rustig worden. Dus wat deden ze? Gooi ze overboord. Jonassen. Dus 1, 2, hoppakee. Frans. En daar ging hij. Zo in het water. En het was storm, hè? Het was storm. En Jona kwam in het water. En de zee werd rustig. Dus al die matrozen, yes, zie je wel. Gelukt. Maar voor Jona was het niet zo mooi, want hij was in het water. Om hem heen helemaal niks. En toen dacht hij, oh, ik ga waarschijnlijk verdrinken. Ga je niet verdrinken? Nee. Nee? Nee. Ja, maar jij hebt een andere, leven heeft een andere Bijbel, daar verdrinkt hij wel. In mijn Bijbel verdrinkt hij niet. Want wat gebeurt er? Weet je nog? Een grote vis. Nou, hij gaat wel onder water. En dan komt er een grote vis en die zegt... Hop, hop. Hop, slik. Hop, hop, slik. In de buik van de vis zat hij. En daar zat hij 3 dagen. 3 dagen zat hij in die vis. En 4 nachten. En toen dacht hij, kom ik hier ooit nog uit? Ja. Ja, want wat gebeurde? De vis kwam naar boven. Nou, misschien sommige kinderen niet. En die vis die zei, poem, spuugde hem zo uit. Hij was een beetje misselijk. En toen was hij zo uitgespuugd en dacht hij, oh, ik ben op het land. Op fijn. En waar was hij? Hij wilde daarheen. En waar had de walvis hem uitgespuugd? Bij Nineveh was hij toch in Nineveh. Als je zo gaat, dan kan je ook wel wat, want ja, misschien wel, maar eigenlijk ook niet, want hij kwam lekker in het zachte zand. En wat gebeurde toen? Toen zei hij, wauw, God is zo bijzonder, dat ook al was ik heel eigenwijs, God heeft toch voor mij gezorgd, want hij heeft me gered van het water. Ja, hij heeft Jona gered. En hij was zo bijzonder en hij ging alle mensen in Nineveh vertellen over hoe bijzonder God was. En al die mensen zeiden, wauw, dan ben ik ook wel jouw God. En dus hij was heel eigenwijs en God zei niet, ja maar als jij eigenwijs bent... Hetzelfde als mensen uit Nineveh. Ja, die waren ook zo eigenwijs. Maar God zei niet tegen ze, maar dan ben ik niet meer bij je. God zei niet, jij bent eigenwijs. Ga maar weg. Loop dan maar weg, dan loop ik die kant uit. Dat zei God niet. Hij zei niet, als jij die kant op gaat, ga ik die kant op en dan wil ik niet meer bij je zijn. En dat doet hij ook bij ons. Als wij eigenwijs zijn en als wij bijvoorbeeld in de kelder niet onze papa volgen, of je jas dan niet aandoet als het heel koud is, of open schoenen doen, terwijl je eigen dichte schoenen aan moet doen. He, al die voorbeelden, dan zegt God niet, ja, maar dan wil ik niet meer bij jullie zijn. Nee, God zal altijd zeggen, ik wil altijd bij je zijn. Altijd. Hele goede vraag. Ik krijg hier de vraag, is God zelfs bij me als ik in de gevangenis ben in staat heb gedaan? Ja, het antwoord is ja. Zelfs in de gevangenis is God bij je. Dan heb ik hier nog vaak. Ik word heel geduldig aan het spelen. Ja, dat is van de kinderboekenweek, hè? Ja! En
daarom hebben we het nu over eigenwijs zijn. Ja? Nou, we nog twee vragen zien. Zullen we heel even een minuutje doen straks? Als je slechte dingen doet, vragen, is God erbij? Ja. Maar wat wil God wel dat je doet? Spijt hebben van slechte dingen doen. Laatste vraag. Het liedje, of ik het liedje weet je voordat ik van waarde ben. Nou, anders nee, die ken ik niet. Dus die wil ik straks graag van je horen. Strakjes. Maar kennen jullie nog, kennen jullie het liedje dan? Ja. Kennen jullie ook het liedje en weet je dat je van waarde bent? Ja. Ik ken het niet. Kunnen jullie het zingen dan voor mij? Ja. Wat is dat daar? Nou, dat is een camera. En die camera is ons aan het opnemen. Wat is dat daar? Ik ga even zwaaien naar de camera.